heel specifiek vanmiddag, gaan we het over ketensamenwerken hebben. Wat de voordelen zijn, wat de nadelen zijn, waar de uitdagingen liggen en hoe we dat met elkaar gaan optuigen. Nou, ongeveer 15 jaar geleden, toen zat ik in de Verenigde Staten aan een cursus op Michigan. En daar lieten ze een filmpje zien met de vraag daarbij hoe lang of hoe kort, in hoe korte tijd kan je een huis bouwen. En er werd ook de vraag gesteld aan de cursisten die daar zaten. En dat was heel grappig. Alle mensen die uit de vastgoed of de bouw kwamen, die hadden een antwoord ergens variërend van 3 maanden tot 1 jaar. En mensen die uit volstrekt andere branches kwamen, die hadden soms iets van een dag of een week. Ja, het eigen archief is dat je in je werkzame carrière heel veel projecten hebt gedaan. De aantal gingen heel goed en een aantal gingen heel slecht. En het slechte kwam vaak voort uit de samenwerking die er was. En het vertrouwen, de transparantie in het proces, die ontbrak heel vaak. En de processen liepen volgens elkaar niet vertrouwen en niet open zijn. Nou, daar de projecten waar we dat wel deden, liep het goed. En dat was dan, je noemde het net al, misschien wel ketenintegratie avant la lettre. Ik werd gegrepen zeg maar, door het feit dat ik jaar op jaar op jaar in de krant over deze mooie en fantastische bedrijf stak. Alleen maar negatieve berichten in de pers zag over tijdsoverschrijdingen, budgetoverschrijdingen, kwaliteitsproblemen. En ik zoiets had van, ja, volgens mij is dit een hele mooie sector om een enorme sprong mee te maken ten opzichte van alle andere sectoren. Wat was het kenmerk van het traditionele samenwerken? Nou, zoals ik traditioneel definieer, is het zo dat je dan werkt van project op project. Ja. Dat je niet een projectongebonden samenwerking met elkaar hebt. En dat je ook niet afspreekt van, god, wat gaan we nog meer uit die samenwerking halen als wij meer dan 1 project met elkaar doen? Wat is de stand van zaken in Nederland op dit moment? Nou, als je het hebt over de stand van zaken in de zin van de beweging die op gang is gekomen. Want we hebben wat onderzoek gedaan. Dit stond 2 jaar geleden nog nauwelijks op de agenda. Het heeft een enorme vlucht genomen. Hoe komt dat? Omdat er heel wat tamtam is geweest door een aantal van die koplopers. Die ook heel bewust zichzelf in de spotlights hebben gezet. Om te forceren dat die samenwerking ook succesvol zou worden. En dus ze hebben zichzelf enorm de nek uitgestoken. Nou, je gaat samen de expertise bundelen. Om uiteindelijk een beter resultaat te krijgen aan het einde van het proces. Een project ongebonden samenwerking op basis van transparantie en vertrouwen. Met als doel beste product voor de beste prijs binnen de planning. Onze ambitie is om 1/3 van onze bouwomzet in co-makership te gaan doen. 1/3 in bouwteams en 1/3 in meervoudige onderhandse aanbesteding. Wij staan aan het begin, we staan echt aan het begin. We zijn met een 6-tal projecten met 3 co-makers bezig om uit te vinden hoe we dat gaan doen. Het mooie is nu, er zijn met z'n 3 dus co-maker, dus Tunnis, Dura en Ira. En we leren ook weer van elkaar. Dat vakmanschap juist in die ketensamenwerking weer extra kan gaan bloeien. Ik weet niet, er is heel veel vakmanschap en er wordt heel veel vakmanschap ongelooflijk slecht gebruikt. Ja, maar daar gaat het om. Wat nu gebeurt is dat we allemaal op zoek zijn naar een methode om de producten beter te maken voor minder geld. Bij ketenintegratie draait het eigenlijk om vertrouwen, respect en openheid. Dat betekent ook dat het op de werkvloer dat er meer ruimte is om te luisteren naar ideeën van partijen in de keten. Dan heb je het bijvoorbeeld over ideeën die een architect aandraagt voor de bouwer. Dat is niet op voorhand al, dat kunnen we niet doen. Maar er wordt dan naar geluisterd. Ook de communicatie in het team is veel opener. En er is veel meer transparantie, dus het geeft ook veel werkplezier voor de mensen. Prijsvorming in de ketenintegratie komt op een open manier tot stand, zodat je beide partijen uiteindelijk een helder beeld hebben en krijgen van de prijs en wat ze ervoor krijgen. En dat is het grote verschil met de traditionele manier van afprijzen en onderhandelen. Nou, het oude vechtmodel betekent eigenlijk gewoon dat iedere partij, iedere co-maker, de aannemer en de opdrachtgever vooral voor zichzelf werkt. En daardoor krijg je heel veel frustraties onderling en krijg je niet uiteindelijk het product waar we allemaal voor willen gaan. Nou, de boeken liggen letterlijk open, dus dat betekent dat ik bij de financiële gesprekken van de Dura zelf aanwezig kan zijn. Ik ben ook bij de inkoopgesprekken. Door welke processen kort je boek je tijdwinst? Ja, dat zit hem echt in het samenwerken. He, dus volledig integraal samenwerken? Volledig integraal samenwerken. En waar de echte winst in zit, dat is hem niet eens in de bouwtijd. Maar dat zit hem eigenlijk bijna helemaal in de voorbereidingstijd. Het project is nu klaar en eigenlijk heb ik me gerealiseerd. We hebben nog nooit een werk aangenomen waar we geld teruggeven. Dat is eigenlijk uniek. Waar wij sneller gebouwd hebben, betere kwaliteit geleverd hebben. Geen meerwerkdiscussie gehad hebben. En wel geld teruggeven. En niet te weinig ook. Ja, dan zou ik ze willen uitnodigen om toch weer verder te praten over de ervaringen die we geboekt hebben met elkaar. Wat leren we ervan?
Want één ding staat voorop. Door deze samenwerking worden we steeds slimmer. We leren ervan. We kunnen voor een goedkopere prijs een veel beter product bouwen. En dat is wat we willen. En de bouw moet en zal gewoon veel professioneler worden. En daar zijn alle partijen, zo hier aan tafel, maar ook hier in de zaal, allemaal voor nodig. Dus de volgende keer is samenwerken in de keten, deel 2.